Vrijdag de 13e is nogal een beladen dag. Het roept griezelige gevoelens op. Veel mensen zijn bijgelovig en denken dat 13 een ongeluksgetal is. Ze dichten het getal allerlei magische kenmerken toe. Ze zien 13 bijvoorbeeld als een rode 1 en een groene 3. De kleuren van de duivel, de kleuren van de joker, de kleuren van alle andere ellende. En ze zijn de hele dag bang voor alles wat ze op straat tegenkomen en hen aan ongeluk doet denken. Aan zwarte katten en aan ladders. Maar ze vergeten dat vrijdag de 13e vals speelt. Het noodlot kan overal en altijd plaatsvinden. En ik zal je vertellen wat er bij mij in de omliggende dagen gebeurde. Op 12 februari stond ik om 2 uur 's middags op, ging ik naar de reclasseringsambtenaar, bracht ik nog een bezoekje aan de uitkeringsinstanties en wilde ik thuis nog wat haatreacties gaan posten op YouTube. Ik deed de computer aan, zag het opstartscherm en opeens werd alles zwart. Ja, in eerste instantie word je natuurlijk kwaad en woedend en razend en je begint de computer te slaan en te schoppen. Je zegt, potjandori, hoe kan dit mij overkomen? Ja, ik heb natuurlijk nog wat ergere woorden gezegd, maar die mag ik niet vermelden op YouTube. Die kijken ook kleine kinderen mee. Nou, uiteindelijk besloot ik om gewoon logisch, rationeel en rustig na te denken over een mogelijke oplossing. Dus ik pakte een herstel-DVD, deed het in de computer en gebruikte gewoon de herstelfunctie van Windows. En zodoende zat ik er binnen een half uur weer in. Geen probleem, zou je zeggen. Maar ja, naast een heleboel frustratie. Maar daar gaat het dan even niet om. En achteraf kom je er dan achter dat Microsoft weer eens een update heeft vrijgegeven die computers laat vastlopen. En ook nog eens een update die je letters er heel lelijk laten uitzien. Maar ja goed, dat wordt op den duur allemaal wel weer opgelost. Het gaat er even om dat het noodlot altijd kan toeslaan. Ja, ook op 14 februari was het niet echt feest. 14 februari is, zoals je weet, Valentijndag. De dag van de commerciële nepliefde. Bedoeld om veel geld op te brengen voor de middenstand, voor de retailers, voor de detailhandel. En je wilt er eigenlijk niet aan doen, want het is allemaal commercieel. En ja, waarom zal je aan die troep meedoen? Maar het is toch leuk als mensen aan je denken. Maar ja, je weet maar net hoe het gaat. Vol verwachting loop je naar je brievenbus, leeg. Ja, behalve wat reclamefolletjes van bedrijven die toch al failliet zouden moeten gaan. En natuurlijk is dat normaal als je lelijk bent en met een Hitlersnor op YouTube verschijnt. Maar toch, je had wat meer verwacht. Want het ging vroeger wel anders. Toen ontving ik anonieme brieven van bewonderaars, van aanbidders. En je kwam nooit te weten wie het waren, maar je liep wel de hele dag rond met een glimlach op je gezicht. En aan de andere helft van de dag was je bezig om schichtig om je heen te kijken van wie het nou had gedaan. En achter je rug om hoorde je wel mensen lachen. Van haha, die sukkel die denkt toch niet echt dat hij berichten krijgt van een meisje. Hij denkt toch niet echt dat de meisjes in hem geïnteresseerd zijn. Maar goed, jij leefde gedeeltelijk op je roze wolk en gedeeltelijk wat anoniem en paranoia. Niet echt een prettig gevoel, maar goed, je kwam de dag tenminste door. En wat ook kon, is dat je een bericht ontving van iemand die zich wel bekend leek te maken. En die een naam vermeldde en die jou dan uitnodigt om ergens wat te gaan drinken, om kennis te maken. En je gaat naar de afgesproken plek toe en dan konden er weer twee dingen gebeuren. Of je stond gewoon voor paal omdat er niemand kwam opdagen. En na een uur droop je dan af, terwijl iedereen die dat dan ziet en meemaakt, daarom moest lachen in je omgeving. Of er kwam iemand naar je toe om daadwerkelijk te zeggen dat het een grap was. En zijn vrienden hebben dan een grap met je willen uithalen en haha wat leuk. En hij wilde dat niet en hij is jou daarvoor komen waarschuwen, zodat je er niet een uur lang staat. Nou ja, wat aardig, want ik was toch al onderweg naar een locatie in de buurt. Nou ja, dit zijn natuurlijk allemaal grappen en grollen. Het is wat leuk om te vertellen. Grotendeels is het ook niet waar. Maar waar het om gaat, is dat bijgeloof alleen maar bijgeloof is. Je moet niet denken dat het bijgeloof jou zal treffen precies op die vrijdag de 13e. Er kan altijd wat gebeuren. Er zijn heel veel risico's in de maatschappij waar je rekening mee moet houden. Maar als je gewoon leeft en plezier maakt en gewoon doet wat je wilt doen, beetje intelligentie gebruikt, dan zal er niet heel veel gebeuren.